Hallo kijkers van de Subpar Guys, het is weer tijd voor Pokémon Emerald Arceuzo. Ik zat echt, toen je die opening deed, zat ik te denken, welkom bij PRAD. En denk ik, hè, what the fuck? Ja, de intro is vergelijkbaar, maar je kan ook gewoon merken van, ja, wij weten ook geen andere intro. Het is zo lang geleden. Maar vandaag gaan we het GDQ schedule doornemen. Ik weet dat Jordi die kijkt af en toe misschien voor interessante runs. Harm en ik kijken sowieso voor interessante games. Maar Milan... En ik heb nog nooit van GDQ gehoord. Niet? Dus ik ga horen. Awesome games dan, quick. Er ringt geen bel volgens mij. Ja, zo, dat is de afkorting. Oké, nou. Maakt niet uit. Kort gezegd een speedrunning marathon die dan voor een paar dagen loopt. 73 uur duurt, dus een week lang. En dan halen ze geld voor van die hulporganisaties binnen. Gemiddeld elk jaar 3 miljoen dollar of zo. Ja, zoiets. En welke games gaan ze doen dan? Of is dat juist wat we gaan bespreken? Dat gaan we dus straks zo doornemen. Dat is elk jaar weer doen ze wat anders. En speedrunners doen ze wel eens Pokémon? Ja, zeker. Er zitten echt een paar mooie Pokémon runs tussen. Mm-hmm. Het zijn vaak veel van dezelfde games of dezelfde franchises, dus... Ja, je hebt bijvoorbeeld een Sonic Block, een Mega Man Block, Alpha Block. Dat is echt games waar je denkt van, waarom zou ik de godsdorp spelen en dan spelen hun het. Okay. En die zijn dan ook echt in 20 minuten uitspelen dat ze spelen. Ja, dat maakt het wel grappig. Zal ik beginnen met, de A tot en met B? Doe maar. Alright. We beginnen met een race van Act Razor voor de SNES. 24 minuutjes lang. Ah, oh, die ken ik niet. Anti-Chamber PC 100%. 25 minuten. Estalon Tears of Earth PC 80%. 57 minutes. Maar wat nou als ze er 28 minuten over doen? Ja, dat kan. Maar het mag niet te lang over estimate zijn. Ja. Oké. Stoppen ze dan? Of? Ja, dan worden ze afgekapt. Dat weet ik niet eens. Ik heb het nog nooit eens meegemaakt dat het gebeurt. Ja, tenzij ze iets niet voor elkaar krijgen. En heb je ook wel eens dat ze wereldrecords breken? Ja, gebeurt ook wel eens tijdens. Vind ik ook wel nice dat gebeurt. Vind ik wel leuk. Dan is het echt de hype. Axiom Verge 2, PC. 80% major glitches, duurt maar 13 minuten. Beast Wars Transforms PS2. Predicate Campaign, 27 minutes. Ze doen niet echt bekende games, of wel? Jawel. We zijn ook bij speler B, hè? We moeten naar de P toe werken, dan kennen we ze. Beast Wars, wacht even, dat zei ik al. Beyond Oasis, PC, Official Stream Emulator. Any percent. Bisoyu Senai Sailor Moon R. Just Sailor Moon. Accepted as a normal difficulty run with an incentive to upgrade to hard difficulty and a bit war between any percent and chibi percent. Chibi, let's go. De battle gaat bij mij ineens heel lekker. Jij weet wat een bit war is, Milan? Een bit war, ja, dat weet ik wel. Dat heel veel mensen al bits gaan droppen en dan kan je zo zeg maar. Dan gaan ze tegen elkaar op. Het is nu gewoon met dollars en niet met bits à la Twitch. Oké. Het is gewoon een donation war, zeg maar. Ja, het is gewoon twee opties. Klaar. Blazing Chrome PC Arcade Mode Normal Gun 30 minuten. Bucky O'Hare Normal Mode 28 minuten. Bucky O'Hare. Best A Move 4 voor de PlayStation Puzzle Arcade Normal 23 minuten. Captain Novelin, SNES, 80%. Alpha Games Done Quick. Casio. Wacht even. Casio, zoals in de rekenmachine. Yeah. Mario World, SNES, 80%. Ja. Nu gaan we bij het Castlevania blok aankomen. Castlevania doen. Castlevania heeft. Castlevania Chronicles voor de PS1 Original Mode TAS. Dus 60 minuten. Dus TAS, Tool Assisted Speedrun. Castlevania, Circle of the Moon, PC, Vampire Killer, All Bosses. Dan hebben wij... Even tussendoor, ik ben weer bij Protectors aangekomen. Ja, oké. Gezellig. Lekker. Wat hebben we nog meer? Even kijken hoor.
Castlevania Dracula X. Bad ending en good ending. Oh wacht, bad ending en die procent race zelfs. En The Last Castlevania's Lament of Innocence voor de PS3 en die procent Leon. Oké. Heb ik nou echt Maxi? Oké, wauw. Ik heb Maxi zonder te kijken heb ik Maxi verslagen. GG. Nice. Gewoon E drukken. Dan zijn we bij Queen Cory, A Colorful Tale, PC, All Bosses and Trials. Cranked Up PC, Floor is Lava. Dan jullie grote favoriete franchise, Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Paal, PlayStation 2, 100%. 1 uur en 20 minuten. Rip. Ja, dat red ik nooit binnen 1 uur en 20 minuten, die game. Een normaal mens redt dat ook niet. Nee. Crash Team Racing. PlayStation 2, any percent, no major glitches, 55 minuten. Oké, voordat je verder gaat, had iemand Armaldo op zijn lijst staan? Nee. Oké. Jij gaat voor Armaldo. Ik zoek even vervangen voor mijn Buckrock, ja. Oké. Ja, ik ga straks ook even vervangen voor Shift 3 vangen, want dit is helemaal kut. Shift 3 kan er geen klote van. Ik kan fake out. Even kijken hoor. Crossbeats, REV, Sunrise Arcade game is dat. Showcase. Oh, showcases zijn ook altijd wel leuk. Showcase is gewoon leuk. Showcase is gewoon een run laten zien die nog nooit eerder is laten zien. Ze hadden bijvoorbeeld Beat Saber, hadden ze vorige keer. Dat was een showcase van Corpus Fruit Cup. Fucking dik. Oh, lekker. Nog met Team Plupup, lekker. Darkman, any percent. NES, all for games, don't quick. Dark Souls, all bosses. Race. Oh, een race. Nice. Between Denflesh en Vegel. Ja, dit maakt fijn daar. Ik ken geen populaire speedrunners in Dark Souls. Ja, het was een probleem, maar proberen waard. Dead Rising PC, Timeskip, New Game Plus. Ja, ik moest even een move. Serieus, Explosion again. Ja. Electro Explosion. Dat is het effect Gengar, laat maar raad. De Gengar gaat ook Explosion doen. Ja. Ja. Zij is in core. En dan ben je gelijk 4 mods kwijt als het double battle is. Tuurlijk, Charizard mist. Gengar, use Sludge Bomb. Charizard, ja, deze battle verlies ik toch, want ik ben ook gewoon doorgegaan zonder... Even kijken hoor, ik was bij Dead Rising. Dead Space 2, PC, 80%. Ja. De nieuwe, volgens mij is die game echt net uit. Deadloop, PC. En ja, die is 25 uit, minuten. Ja. 25? Ja. Jezus. Dan. Ach. Oh, dit zal ook wel populair worden. Deltarune. Deltarune. Kom uit voor een heet, joh. Chapter 2, Main Route, bonus game. Dus dat wordt, die game wordt alleen gespeeld als het geld is binnengehaald ervoor. Oh, dat is wel sad. Ah, joh, fuck, dat wordt altijd gehaald, Nando. Echt altijd. Nice. Zeker als het in de laatste paar dagen zit. Ik heb nog nooit een Bitwar gezien die het niet gehaald heeft de laatste paar dagen. De eerste dagen is dat lastig. Oké. Okay. Milan, hoeveel moeten we jou betalen zodat jij alle hoedjes doet van Fire Emblem? Ik heb geen idee. Ik heb dat spel nog niet aangeraakt, dus... Welke Fire Emblem? Three Houses. Oh, ik ook niet hoor, Milan. Dan maak je maar niet druk. Ja, maar het is ook niet mijn spel, dus... Ik heb hem ook niet zelf verkocht, dus... Oh, ja, ik weet ook nog niet... Ga maar door, Ham. Ja, Diddy Kong Racing, All Trophy Race, 3-Way Race. Dus 3 personen racen, 25 minuutjes. Alle trofies? Ja. Diddy Kong Racing, is dat niet een DS-game? Of... N64. Misschien is een DS-port geweest. Ja, we zouden zeggen, als die game ooit uitkomt... 3DS, dacht ik. Als die game uitkomt op de Nintendo Switch Online... N64. Ze gaan heel veel mensen die game spelen. We zijn pas bij D, hè? Ja, ja. Het duurt meestal een tijdje. Discworld PC, Scrum VM, 80% Scrum VM, 22 minuten. Dan een 4-way race of Donkey Kong Country 2. Oké. Okay. Laat eens zien hoe je het wel moet doen. Ja. Ja, lekker.
I'm out of Pokémon. Let's go. Maar ja, ik begon met 3 Pokémon, maar dan deze battle. Ik vind het prima. Ja. Donut County PC beat the game. Earthbound SNES Any Present 1 uur en 20 minuten. Oeh. Environmental Station Alpha PC Surface Ending 30 minuten. Eternal Darkness Sanity's Requiem Wii Any Present No Cutscene Storage 1 uur en 45 minuten. Faith Chapter 2 PC Ending 3 Intuition 30 minutes. Final Fantasy 7 Remake Integrated. Dus PlayStation 5. En het is een intermission normal any percent 52 minuten race. Ja, maar die game, als je de kussen skipt, is dezelfde game ook niks voor. En de normale grote Final Fantasy run is dit jaar Final Fantasy 13. Ik dacht echt 13. En dacht procent. Oh, 13. Hoe kut is die procent, game? 4 uur 50 minuten. Voordat ik daarop ga beginnen, er is geen toren in de desert, dus ik weet niet waar ik de fossils kan fixen. Oh. Rechtsbovenin, toch? Vraag? Nee, daar zijn ze ook niet. Oh. Nee, in Emerald heb je ook een toren en is je ook niet. Final Fantasy 14 is geen goede game. Want die game heeft gewoon Final Hallway. Je volgt gewoon een lineair pad van begin tot eind. Oh, dat is wel sad. Is niks aan. Gargoyles Quest 2 NES Any Percent. Yippie. 32 minuten. Dan. Ik moet heel veel moe selecteren. Garshasps. The Monster Slayer. Nooit van gehoord. PC No Void Rolling. Oké. Okay. Oh, ik heb een. Ja, ik heb zo'n kut Snorlax waar ik tegen moet. Veel plezier, veel plezier, veel plezier. Ja, die duurt even. Fire Punch. Hoppa, Muddy Water Accuracy Foul, beter. Kom op, Gengar dood. Ah, fucker. Doe fuck, me. Fuck not. Geoguessr, race. Cobrun. Cobrun Geoguessr, perfect score. 1 uur. Gunstar Heroes. Wacht even. Weet niemand hier wat Geoguessr is? Behalve Ham, want ik weet dat Ham het weet. Ja, nee, ik weet ik niet. Ik speel het op mijn kanaal. Ja. Nando, heb je enig idee wat Geoguessr is als je het moet doen op basis van de naam? Nee. Maar eerlijk gezegd is de Battle Royale versie wel veel leuker dan de normale Geoguessr. Ik heb echt geen idee. Je wordt gewoon op een random plek gedropt. Je krijgt de afbeelding, moet gaan zoeken. En dan moet je raden wat voor plek het is. Daarom lacht ik ook zo. Oh, mijn god. Ja, maar waarschijnlijk gebruiken ze Google. Ja, ze gebruiken ook Google. Oh, is dat dat je op Maps dan die locatie moet gaan zoeken? Ja. Ja. Oh, mijn god, meen je die? Ja. What the fuck? Dat is wel echt heel erg. Oké. Okay. Dan Gunstar Heroes Sega Genesis Any% Expert. Dan een populaire game van vorig jaar. Dat is een race. Dat is de All Weapons Race. Die 2 uur duurt op de PC. En dat is Hades. Oké. Okay. Half-Life 2 PC. 80% No Void Clip. 1 uur en 5 minuten. Dan Halo 5 Guardians. Xbox One. Full Game Legendary. 1 uur en 37 minuten. Mooi. Niet echt super, maar okay. Halo Combat Evolved. PC Legendary. 1 uur en 17 minuten. Hitman, Codename 47, PC, Any% 40 minutes. I am Brad, PC, Any% 10 minuten. Ik ben brood. Ja. Oh jee, dan, ik hoef even in de power. Een nice co-op game waar ik benieuwd naar ben naar de speedrun tactics. En dat is It Takes Two. Co-op. Oh ja. Any% Journey, PC, Steam, Any% Right Rope Glitched. The Judge, Judge Dredd, SNES, Any%. Dan, jullie gaan zo meteen iets leuks vinden. Oh lol, die Snorlax is red, dat had ik helemaal niet door. Dat wist je niet eens dat het red was. Nee. Lol. En ik had ook helemaal niet mijn volledige aantal Pokémon's dat ik bij me, dus. Even kijken hoor. Keep Talking and Nobody Explodes, PC. The saturation 100%.
Wow. Dan ook een recent uitgekomen game. Kena Bridge of Spirits. Jee. En dat is een incentive to upgrade from easy to hard. Easy is 35 minuten, hard is 40 minuten. Dan komt iets wat Nando en Jordi, denk ik, leuk vinden. When you walk away. Het is accepted as a 2v2 co-op race. It's Kingdom Hearts 2 Final Mix HD Crit Co-op op Insane. Nice. Hoe kan die game co-oppen? Weet ik wel. Misschien 2 players, 1 controller of zo. Dat zou kunnen. Dan hebben we Kingdom Hearts 2 Final Mix Randomizer. Oh, nice. Dat komt. Dat is hetzelfde trouwens, zie ik nu. Ah. Oh. Het is gewoon hetzelfde. Het is gewoon Kingdom Hearts 2 Randomizer, simpel gezegd. Oh, dat snap ik wel waarom het co-op is. Okay. Maar op Critical Mode, hè? Ja. Dan komen we bij Kirby's Dream Land 3 voor de Switch. Any% no second player, 1 uur 10 minuten. Knuckles, eigenlijk gewoon Sonic the Hedgehog 2. Laten we daarop houden. 80% beat the game Knuckles. Oké. De game Q-on, K-U-O-N, PlayStation 3, nooit voor gehoord. Zeg maar ook niks. Het is een bit war between Yin en Yang face. Kaiori Sentai Saiyu Ranger. Geen idee, easy mode, 8 minuten. Zoals een Power Ranger. Okay. Lost Judgment. PlayStation 5, 80%, 2 uur 45 minuten. Oh, dat is die Japanse detective game, toch? Ja, volgens mij is dat inderdaad die Japanse detective game. Inderdaad. Oh ja, trouwens, ik heb Maxi in één keer gehaald. Nice too. Jezus Christus, Nando, hoe de fuck? Heb jij frameskip aanstaan? Nee. Betere vraag. Welk level ben je? Even kijken. Mijn hoogste is 48. 13 vers. Ik heb er 3 van 46 en 1 van 47. Maar de Altaria kon een explosion taken. Ah. Maar hij was al geparalyzed, dus de maakte hem af. De LKSM. Magical Kids The Ruppy NES, beat the game, Japanese, 30 minutes. De game Mail Mall voor de PC, 80%. Oh, we komen bijna bij het Mega Man met ook eerst Solid Block aan. Yay. Jullie's favorieten. Marathon Durandal, Xbox One, Kindergarten, 43 minutes. Marble Lit Up, PC, Full Game Classic. Dan een leuke, Mario Kart Wii. All Tracks, 1 uur en 20 minuten. Dan hebben we Marvel Spider-Man Remastered voor de PlayStation 5. Silver Lining, 80% Ultimate. Hoeveel tijd? 37 minuten. Ja, oké, Silver Lining op zich. Mega Mem 2. Het is een bad gamer present. Nou. Het is gewoon het is een nek op. Het is 2, oké. Dan hebben we normale Mega Man 2. 80% Difficult. 32 minuten. Mega Man X4. PlayStation 1. 100%. Bitwar between Zero en X. Dan komen we bij Metal Gear Solid. Console All Bosses op Extreme. Oeh. Is die de guy met die sniper ook? Of, ja. Oh, dat zetten ze gewoon voor 20 jaar aan en dan is hij dood. Oh nee, dat is Metal Gear Solid 1. In iedere game heb je een sniper fight. Oh. En de sniper die heb. De sniper die je Nando bedoelde is 3. Dan een bonus game. Metal Gear Solid 2 Substance Tanker Blindfolded. Is dat te doen? Ja, Nando, echt blindfolded runs moet je een keer gaan kijken. Er komt er zo meteen een blindfolded, die had ik ook al gelezen. Maar die is met S. Vorig jaar afgelopen keer hadden ze SM64, volgens mij 70 sterren, blindfolded. 70 sterren. Blindfold. Oh ja, de actual hell. Ja, er zijn mensen die dat doen inderdaad. Die, is dat op geluid dan of ja, zo? Ja, geluid. Ja. Echt alleen audio cues. En daarom kan je dat op zich wel doen in Metal Gear Solid 2 met de tanker. Want de tanker is naar verhouding niet heel groot. En alles is in een schip. Dus je hoort tok, 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 tok.
Metal Warriors SNES, any percent? Oké. Okay. Metroid Prime Hunters. All items. 1 uur en 25 minuten. Nier Automata. Automata. Oh, nice. Any percent race. Oh, dat is zeker niet al de endings. Nee. Jammer. Nee. Dat is gewoon ending A dan. Ja. Nio 2. Any percent Federalist. Letterlijk een game die Oatmeal heet. En de categorie is 50%, 10 minuten. Ori and the Blind Forest, All Cells, No, Out of Bounds, / TA, TA weet ik even niet waar dat voor staat. OOP is Out of Bounds, maar in ieder geval 50 minuten. Ja, op zich. Een of andere Japanse game die Paon, en dan Japans tekent Beyond the Pin heet, PC, 80%. Die ken ik niet. Part 1, UFO, Nintendo Switch, 80%. Dan dat Pokémon blok. Ah, komt ie. Het is een 3-way race. En het is Pokémon Crystal Randomizer, Key Items Randomizer. Ah, oké. Okay. Van Kizaron, denk ik. Ja, Kizaron, 360 Chrism en Shenanigans. Ah, oké. Okay. Dus met z'n drieën. Aye. Dan hebben we een race van Pokémon Alpha Sapphire tegen Pokémon Omega Ruby. Oeh. Oké, okay, leuk. Een race Wartap, die zeker. Vijf... Wartap en... Truly? Nee, die ken ik niet. Okay. Nou ja, Wartap Truly. In ieder geval. Dat je Wartap... Ik vind het grappig dat je die namen kent. Ja, sommige ken ik wel echt. Ja, dan zijn we aangekomen bij Portal Reloaded. Hey, hoe? No SLA 20 minuten. Psychonauts 2, PC 80%, 1 uur en 55 minuten. Oh, hebben ze dat nou al helemaal Nando, ze hebben Metroid Dread. Geef het nog 1 à 2 weken en ze krijgt 100 uur. Ja, daar zijn ze ook al flink mee bezig geweest. Flink mee bezig geweest. Ze zijn er nog steeds. Jezus Christus, heel mijn Twitchbox staat vol met Metroid ding. Ja, maar die, laat ik zo zeggen, die game is ook gewoon zo ingericht van oké, we willen speedrunners ervoor zorgen dat er heel veel shortcuts in zitten, dat ze heel veel dingen kunnen doen. Want die game zit er vol mee. Als je eenmaal een paar dingen out of bounds kan doen, ben je zo klaar met game. Ja, mooi. Dan hebben we Pumpkin Jack PC, New Game Plus, No Out of Bounds, 1 uur en 15 minuten. Dan hebben we Ratchet & Clank 2002, PlayStation 3, New Game Plus, 23 minuten. En jullie hadden het over nieuwe games. Ratchet & Clank Rift Apart, PlayStation 5, New Game Plus, 1 uur en 40 minuten. Ik zat er zo van, als ze Ratchet & Clank doen, dan sowieso ook Rift Apart. We hadden ook nog, we blijven bij een nieuwe game. Resident Evil Village, PC, Village of Shadows Glitchless, bonus game, 2 uur en 10 minuten. Die we blijven nog steeds bij nieuwe games, Returnal, PlayStation 5, Fresh File, 80%, 1 hour. Die ken ik niet. Dat is die met de vrouw in dat ruimtepak. Oh, die. Oh ja, ik ken de voorkant, zeg maar, van de Milan denkt, moet ik dit allemaal gaan kijken? Ja, Milan, moet je allemaal gaan kijken. Nee, Milan, gewoon... Er is nog niks geweest waarvan ik dacht van, nou, daar heb ik zin om te kijken. Oh, bij mij wel, die Dark Souls. Ik heb al heel veel dingen. Pokémon moet ik zien. Wacht maar tot we bij Zelda-blok komen. Risk of Rain, PC, 80% 12 minutes. Ride, PC, 80% 30 minutes. Dan hebben we een 4-way, is een collaborative het is een showcase. Een workshop showcase van Rocket League. Rocket 55 League. Minuten. Rocket League is op zich nog wel grappig. Ik weet alleen niet of het gaat kijken. Sorry Nando, ik stotter. Maat. Heb je ooit Rocket League gespeeld? Ja. Rocket League is wel een leuke game. Ja, ik vind het ook wel leuk. Dus, voetbal in een ander jasje. Dat zie je niet zo heel vaak. Dan ga alsjeblieft door voor het Rocket League ding wordt. Snel. Rocket and Ford, SNES, 80% Rockman, 38 minutes. Samurai Jack, Battle Through Time, 80% New Game Plus, 45 minuten PC. Shikirio? Sekiro, ja. Sekiro, Shadow 2 Dice. Blindfolded? Ja, die bedoel 80%. Ik, die bedoel ik. Dude, ik heb gezien die glitches. Je kan gewoon op een gegeven moment kan je gewoon bossen skippen doordat je door de hele fucking map klipt. Het is echt insane, die game. Leuk. Serious Sam 4 PC, all levels, 1 hour and 10 minutes.
Shoot Mania Storm PC Hard Map Showcase 29 minutes. Slay the Spire PC 4 Chapter Unseated. We komen zo bij het Sonic Blok aan. Snolf Zero Genesis Any% 40 minutes. Dan hebben we een co-op run van Sonic 4 Episode 2 Any% co-op. Nee, het is 4. Don't care. Ja, ik heb echt helemaal geen idee, hè? Dus ik roep het alleen maar. Maar ja, is niet goed. Dan hebben we... Dan komen we dus bij Sonic Adventure DX Director's Cut. Sonic Story, 34 minutes. Nice. Sonic Jam, tussen haakjes game.com. PC, all games, 26 minutes. Awful games done quick. Ja. Dan komen we bij... Sonic R, voor de Wii. 100% no out of bounds, 17 minuten. Sonic. Dat is wel op de Wii spelen. Ja, ja, waarschijnlijk zitten daar glitches in. Er zitten waarschijnlijk glitches in daar je eng van wordt. Ja. Dan komen we bij Sonic Roboblast 2 PC. Ja, ook goed. Sonic de... Oh, wacht, het is hetzelfde wat ik net al noemde. Space Girls. NES 100% version 1.1 in 9 minuten. Spider-Man 2 voor de Xbox 360. Any% 1 uur en 1 minuut. Toevallig ook 1 uur en 1 minuut. Vind ik ook wel typical. Ja. Splatoon 2 voor de Switch. New Game Plus. 1 uur en 8 minuten. Dan een run waar ik echt fucking veel zin in heb. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom voor de Xbox. Any% 55 minuten. Oeh, die lijkt me ook wel. Dus niet rehydrated ook, hè? Nee. Nee, maar dat is de... Jordan, jouw favoriet. Spyro, Attack of the Rhinos? Game Boy Player. Zo, what the fuck was dat voor geluid? Mis. Waarom? Was dat voor geluid, goos? What the fuck? Hij hoorde Spyro en toen moest hij over. Ja. Ik snap het wel. Je kan 1, je kan 2, je kan 3. Kan je fucking doen. En doe je Rhinox. Okay. Zo. Rhinox is op de Game Boy of zo, toch? Ja, Game Boy Player GameCube. Zo'n slechte game. Dan hebben we Stardew Valley. Glitched Community Center Restoration 20 minuten. Ja, oké, anders kan je die game niet finishen. Dan nog iets waar ik best van uitkijk. Stepmania. Not ITG. Nooit van gehoord verder. Mods Boot Camp 3 Exhibition. Bonus game. Subnautica. PC. Survival Any%. Dan komen we bij het Mario Blok aan. Het valt dit jaar mee qua Mario. Echt, het valt echt mee. Oef. Mario Learns Type tegen. Super Mario 3D Land. Oké. En it's accepted as any% with an incentive to upgrade to War Plus. Dan een 3-way race. Accepted as an any% Luigi race. Kortom, Super Mario Galaxy for the Wii U Virtual Console. Super Luigi Galaxy. Ja. Ja. En tot zover het Mario blok dit jaar. Okay. Wauw. Oh, dat is echt weinig. Dat is echt weinig Mario dit jaar. Je zou zeggen, met alle games die uit zijn gekomen, Bowser's Fury, 3D wordt op de Switch, 3D All-Stars. Dat is het... Maar Bowser's Fury hebben ze vorig jaar ook gedaan, volgens mij. Of dit jaar, moet ik zeggen. Ja, oké. Okay. Maar voor de lengte hoef je hem niet over te slaan. Nee, oké. Dat is waar. Dat is zo. Dan hebben we als volgt Super Monkey Ball, Banana Mania. Hey, Milan. 48 minuten. Het is een race. Synthetic. 220% co-op. Voor PC. 15 minuten. 220%, oké. Okay. Dan komen we nu bij een Alpha Games Done Quick. Tasmania. Game Gear. Any% 11 minuten. Oh, joh, ik snap nu wat je bedoelt met dat het sunny is. Ja. Dan komen we uit bij Teenage Mutant Ninja Turtles. De Hyperstone Heist, Genesis, Heart. Hey, waar is het item? Dan komen we nu bij het Tetris blok. Tetris Attack, SNES versus mode, very hard. En dan hebben we een race tussen 4 personen van Tetris, de Grandmaster. GM race, 15 minuten. Dan zijn we aangekomen bij The Elder Scrolls 4 Oblivion. No Dragonfire Script. 30 minuten. Dan komen we aan bij de GG
Shinobi PC emulated 80%. Zeg maar niks. De Kirion Conquest beat the game, Japanese. Dan The Legend of Spiral, The Eternal Knights. Kijk, dat is beter. 80% Dark voor de Nintendo DS, 28 minuten. Dat is wel weer jammer. Dan komen we nu bij het Zelda-blok. Valt ook tegen dit jaar als je het mij vraagt. The Legend of Zelda, A Link to the Past, All Bosses, No Exploration Glitch, 58 minuten. Mm-hmm. Dan van Gymnast 86. Ons held. Een van de beste speedrunners die er is qua Zelda. Twee verschillende games. The Majora's Mask. Majora's Mask 3D, 80%. Oké, prima. Ja. Maar het probleem is, het is een bitwar. Zie je lezen nu. Je kan kiezen uit of Majora's Mask 3D of Ocarina of Time 3D. Ocarina. Dan hebben we nog een andere, waar ik ook best wel naar uitkijk. The Legend of Zelda Oracle of Seasons All Essence. Ik heb erin gezien. Het is van TGH. Iemand die ik ook volg. I like that run a lot. Het is een hele simpele run, wat gewoon echt enjoyable is. Oké, ik heb niet zo met de Oracle games, maar... Kan ik inkomen, hoor. Oracle Seasons is nog leuk. Ages is crap. All Essence, dus. We zijn bijna klaar, hoor. The Simpsons Bart's House of Weirdness, 80%. Three Dirty Drovers, Sega Saturn, Normal, 40 Minutes. Teenage Mutant Ninja Turtles, Out of the Shadow, Race, Co-op, New Game Plus. Oh, dit is co-op. Oeh. Dus vier player co-op. Dan Tormented Souls, PC, Full Game 80%. Trackmania, Community Map Showcase. Ultraman Ball, Game Boy 80%. Uncharted 2, Among Thieves, PS5. Oh, dat is een leuke game. Woep woep. 80%. We zijn bij de U. 80%, 1 uur en 30 minuten. Wario Land, Shake It for the Wii U, beat the game. 1 uur en 30 minuten. Huh? Wavebreakers, 80%. Ik maak hem nu even snel, want we zijn er bijna. Ja. Wabbit, 80%. 25 minuten. We Love Katamari, PS2. PS2, lekker. Willow, NES, 80%. Wyandlet, geen idee, 100% challenging. Mm-hmm. Dan, jongens, welke Yu-Gi-Oh! Game willen jullie graag dat er komt? Duelist of the Roses. Dat is hem niet. Forbidden Memories. Het is op de play. Ja, dat is hem. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, 80%. Oh. 15 card drop mod. Het is een race. Na de 3 uur. Boys, ik heb Red verslagen. Nice. Dan hebben we nog 2 games over. En dat zijn Zandete, Real Gamer, Race. En als laatste, en dat is zeker, die past zeker in de Alpha Games dan quick. Zelda Adventure voor de Philips CDI. Oh nee. Die games zuigt zo erg. En dat zijn alle games. En ik heb nu zin om wat water te gaan drinken. Ja, dat verdien je ook wel nu met al dat fucking hell. Lezen. Er zitten wel games bij die ik echt leuk vind. Die ik echt best wil zien. Bij mij ook, maar het voelt best wel karig. Want er zitten heel veel wat dingen tussen die ik niet ken. En ik vind het jammer sowieso dat Colosseum of XD niet is geaccepteerd voor GDQ. Maar dat snap ik enigszins ook wel, want... Het ligt aan, je moet heel veel RNG manip doen en als je die manip niet goed krijgt, dan kan het echt 10. Ja, bij een marathon run mag je nog wel, dan kijk, je mag het gewoon ook klaarzetten, weet je? Ja, dat mag bij marathon runs. Dus dan wordt het meer een showcase. Ja, oké, dat is waar. Maar ja, die runs die zijn lang, want het zijn meer dan 4 uur of zo, is één zo'n run. Klopt. En volgens mij alles wat je hebt opgenoemd, is echt 2/3 of zo, of zelfs meer dan 2/3 is onder een uur. Of onder 2 uur. Nou, Nando, het is nog steeds 173 uur en 33 minuten. Ja, dat wel. In plaats van dat je hele lange runs van één game hebt, heb je meerdere runs. Wat ook nog steeds kut is, als je het mij vraagt, is nog steeds het feit dat ze het online doen dit jaar. Ja. Ja, oké. Dat maakt GDQ echt zuiger. Maar ja, ik heb altijd de GDQ afstaan. Gewoon altijd. Mm-hmm.
ik vind het altijd wel lekker om even af en toe eens een keer... Ook al is het een game die je helemaal niet kent. Je ziet toch wel vette dingen af en toe voorbij komen. Ik kijk ze gewoon terug op YouTube, want ze worden toch geüpload. Dat ja. ook. Oh. Oké, waar is iedereen momenteel? In de gym. Ik ben expres gaan wachten voor de volgende training. Maar ja, Lando, hoe snel heb jij mij ingehaald? Dat kan niet! Oké. Ik heb echt geen... ik ga nu kijken. Frameskip. Oké. Okay. Nul. Maar als mensen niet in een belangrijke fight zitten... Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later! Ja. Later. Doei!